Dus de players gaan jullie winnen. Sowieso. Willem II stond vandaag tegenover PEC Zwolle. De wedstrijd die heel spannend was. De wedstrijd eindigde in 2-3 voor de Zwolnaren. En dit waren de reacties van Willem II. De eerste helft heel teleurstellend. Met name in de energie en de overtuiging die we daarin hebben. En dan vond ik Zwolle echt de betere partij. Ja, in de tweede helft zaten we eigenlijk te wachten op de 2-2. En vond ik dat we de juiste energie en met heel veel lef gespeeld hebben. Ja, en dan wordt het echt een strijd. En niet eens dat wij zelf al goed speelden. Maar ja, dan zie je wel een ander Willem II in het veld staan dan de eerste helft. Dus daar was ik vooral teleurgesteld over. Alleen ja, dan is het zuur natuurlijk dat je die 3-1 dan tegenkrijgt op dat moment. Omdat je eigenlijk zat te wachten op de 2-2. En, ja, ik moet zeggen, ze wel blijven gas geven tot de laatste seconde. Maar ja, het zat er helaas niet in. Daar kregen we weinig druk op in de eerste helft. Daarbij raakten we dan vanuit, zij zetten druk op ons, dus wij gingen het eerste helft vrij snel lange bal spelen. Dan moet je die bal vasthouden en dan moet je de tweede bal het duel winnen op middenveld. En dat deden we niet en dan raak je de bal weer kwijt. En tegen een ploeg als PEC Zwolle die gewoon momenteel in de flow zit en gewoon alles loopt lekker. Ja, dan blijf je achter die bal aanlopen. Ja, en dan moet je heel veel energie leveren en dat deden we de eerste helft gewoon niet. Ja, in die tweede helft wel de 2-3 gemaakt in de slotfase. Er kwam ook nog een kans in de laatste minuten. Voor jou misschien nog een gelijk spel in gezeten? Qua intensiteit, energie die wij de tweede helft leverden, had ik zoiets van, dan zou het mooi zijn als we beloond worden met een gelijkspel, ja, zeker. Trainer Robmond die koos vandaag voor om Kostas Lamprou te passeren. Hij koos vandaag om Joshua Smits op doel te stellen. En dit was de reactie van de trainer en van Joshua Smits. Fijn om weer 90 minuten te spelen, ja. Fijn om weer terug te zijn in een vol stadion, met deze sfeer. Dat was wel lekker, ja. En hoe tevreden ben je eigenlijk met je optreden? Ja, je 3 goals tegen, dat is nooit lekker. Dat is nooit lekker, maar ik denk dat ik mijn ding heb gedaan. Ik denk dat hij het prima gedaan heeft. Hè. En natuurlijk zijn er altijd momenten die beter kunnen. Hè, zoals we dat bij iedere speler vandaag hadden. Maar ja, ik ben niet tevreden over hoe Josh het gedaan heeft. Ja, denk je dat we hem volgende week weer onder de lat zien? Ja, die staat volgende week weer onder de lat. Ook sprak de ploeg nog verder over de ambities die het nog heeft voor het restant van het seizoen. Dit is wat ze daarop te zeggen hadden. Wij moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. En dat op de juiste manier benaderen. Zoals we deze wedstrijd ook gedaan hebben. Ja, en daarna zullen we aan het einde van het seizoen wel zien wat dat oplevert op de stand. Maar ja, je kan wel heel veel naar de stand gaan kijken en kijken waar je wel of niet thuis hoort. Ja, je moet gewoon zorgen dat je maximaal uit iedere wedstrijd binnen sleept. En ja, dat hebben we vandaag niet gedaan, vind ik. Je wilt dan via de play-offs de promotie behalen? Ja, nou, uiteindelijk is ons doel was van tevoren om te promoveren. En de manier waarop we dat doen, ja, dat maakt niet zoveel uit. En ja, je moet duidelijk zijn, de plaatsen 1 en 2 die zijn ver weg. Dus dat wordt gewoon een heel lastig verhaal. En ja, als we de serie hadden kunnen doortrekken zoals we die gedaan hadden, ja, dan had het nog een mooi eind kunnen worden. Ja, nu weet je dat gedeelte een moeilijk verhaal wordt. Weet je wat het is? PEC en Heracles die staan gewoon aardig wat punten voor op de rest. En ik denk dat het lastig is om daar nog tussen te komen. We moeten gewoon zorgen dat we in een goede flow komen, punten gaan blijven pakken. En dat we wedstrijden echt gaan winnen. En dan komt het gewoon aan de play-offs. Moet je zorgen dat je bij de play-offs bent en dan moet je gewoon 6 wedstrijden vlammen. Dus de players gaan jullie winnen? Sowieso.